Wilde strijders die met hun boten de Europese kusten onveilig maakten en die ook in de Lage Landen kwamen plunderen en moorden. Dat is het beeld dat lang van de Vikingen heeft bestaan. Dat dat niet helemaal klopt, weten we al langer. Er waren aanvallen, maar ook andere contacten. Uit onderzoek van Nelleke Eisenacher blijkt nu dat de Nederlandse kustprovincies veel meer verbonden waren met de Vikingwereld dan altijd gedacht. Frisia was volgens haar eigenlijk onderdeel van het Frankische Rijk en van het Vikinggebied. Je hebt een Noordman komat, en aan een man hendat, aan boenden tot haar schepen brengat, en hij met hem in zijn eigen landen tot een dorpen komt, en hij haar huis bandt, aan de wief aan neder neemt, aan de mond slijt en het gwetsa hij tot eeuwela dicht. Ja, hoe weet je dat dit allemaal zo is? Nou, ik heb in mijn onderzoek gekeken naar twee soorten materiaal. Ik heb gekeken naar geschreven bronnen en ik heb gekeken naar materiële bronnen. Die geschreven bronnen, daar hebben we net een paar citaten van gehoord. Dat zijn eigenlijk hele verschillende bronnen. Het zijn soms gedichten, het zijn soms wetsteksten, het zijn soms saga's. Maar wat ze eigenlijk gemeen hebben, is dat ze allemaal naar een gedeelde ruimte en naar een gedeelde geschiedenis wijzen. Dus Friese bronnen verwijzen naar Vikingen en Scandinavische bronnen verwijzen naar Friezen en Frisia. En dat men daar op bezoek ging. Dus dat laat heel goed zien dat daar een soort gedeelde wereld is. Forum Drengja Frieslands Auwit, ook Wiks Feutum Bierskiftum. Met de materiële culturen is dat net weer iets anders. Die laten vooral een verspreiding zien. Dus deze vondsten die komen allemaal ook in Scandinavië vooral veel voor. En deze zijn dan gevonden in Noord-Nederland. Bijvoorbeeld gouden ringen. Deze is van een heel herkenbaar type uit de Vikingwereld. Deze komt vooral op Gotland veel voor. En dit zijn allebei voorbeelden van onderdelen van fibula's of broches, mantelspelden. De ene een type dat specifiek door mannen gedragen werd. En je moet je voorstellen dat deze aan een grote ring zat met een pin. En die komt vooral veel in Noorwegen voor. Dit is dan een stuk van een schijffibula in een hele herkenbare jellingenstijl, zoals we dat noemen in die tijd. En die komen vooral veel voor in Denemarken en in Oost-Engeland. Door al die plekken waar het voorkomt met elkaar te verbinden, krijg je eigenlijk een heel mooi overzicht van het soort van materiaal dat wij in Friesland vinden, of in Frisia in bredere zin, maar dat ook elders in de Vikingwereld voorkomt. Thakas Magnus Thenefifta Kerra. Het zenene herenvert nelde fara fara, dan aaster tot herre wiesere, antwester tot haar vlie. Oep met haar vloot en oet met haar ebbe. Troch zet, dat ze hoe dat tenne over duis aan de nacht is, wit den Noordiska kening, ant wit tenne wilda witsend, ant tenne dijk is vloot, met vijf weepnum, met zwerde, met skelde, met spada, met forka, al met ettekris orde. We dachten heel lang dat op het moment dat Frisia onderdeel wordt van het Frankische Rijk en ook in naam gekerstend is, christelijk geworden is, dat het dan eigenlijk klaar is met die sterke relaties met de Noordzeewereld. Maar eigenlijk duurden die relaties nog veel langer en de hele Vikingtijd gaan die door, die structurele relaties. Dus eigenlijk kun je die hele periode als een overgangsperiode zien. En pas daarna is Frisia echt een soort van losgeweekt uit die heidense Noordzeewereld.